kijken terug op een heel geslaagd celcongres met bijna 200 deelnemers in het Instituut voor Beeld en Geluid. Er waren verschillende workshops. Kees van Overveld heeft verteld wat de nieuwste inzichten zijn vanuit de Verenigde Staten. Hij heeft ook nog uitgebreid stilgestaan in de omgang met een moeilijke groep. En ik mocht iets vertellen hoe je cel kan borgen in de school. Ik ben in oktober geweest naar het internationale celcongres in Chicago. Dat was enorm inspirerend. Er waren mensen uit heel veel landen, volgens mij een stuk of 30, 1500 deelnemers. En iedereen was gewoon bezig met sociaal-emotioneel leren. Nou ja, dat is gewoon geweldig om te merken dat zo'n onderwerp door zoveel mensen gewaardeerd wordt en dat mensen daar zich druk over maken. Dus ja, mooi. Mooi om daar te zijn. Het belangrijkste wat ik daar geleerd heb is dat we eigenlijk in Nederland op de goede weg zitten. Misschien dat we nog wat meer aandacht kunnen geven aan emotionele vaardigheden van kinderen. Gewoon leren verwoorden wat er in je hoofd omgaat, hoe voel je. Leer kinderen daar de juiste woordenschat bij. En nou, als je de goede woordenschat hebt, dan kun je ook goed reguleren wat er intern met jou aan de hand is. We zijn goed bezig, maar het kan nog een stukje beter. Let op je emotionele vaardigheden. De andere workshops waren voor mensen die nog geen kring gebruiken. En Erik Idema heeft verteld hoe we eigenlijk de kringanimaties opbouwen. We vonden het een feest om met dit congres het 5-jarig bestaan van Kwink met zoveel gebruikers te kunnen vieren. Graag tot ziens!